schaamte in de eerste plaats. Want je voelt het gewoon langs je benen lopen. Je voelt je zo machteloos. Het is mensonwaardig. Ik had met vriendinnen afgesproken om in de stad een ijsje te gaan eten. Dus ik kom met de auto en ik parkeer hier achter in de parkeergarage. Met dat ik uit de auto stap, denk ik, oh, ik moet naar de wc. Heel snel naar de beheerder en die zegt tegen mij, toen ik vroeg, mag ik naar de wc? Sorry, die zijn hier niet. In paniek denk ik, waar moet ik heen? En ik ben al te laat. Ik voel de warme ontlasting langs mijn benen lopen, zit eronder tot aan de enkels. En sindsdien, als ik de stad in ga, neem ik mee mijn tas en daar heb ik in. Een lange broek, een schone onderbroek, twee schone droge washandjes, een nat washandje voor het geval als er geen fonteintje is en spul om mijn handen te desinfecteren. Het is gewoon niet normaal. Het is niet normaal als je incontinent bent en er geen wc in de buurt is. Hierachter heb je het bordje van verwijzingen naar het stadhuis, parkeergarages, maar geen verwijzing naar een wc. Dit staat leeg en zo is er heel veel in het centrum van Zwolle wat leeg staat, waar prima een wc-locatie kan. Groot genoeg, tig wc's, super. We zijn hier bij de echte, enige openbaar toilet van Zwolle. Helaas staat hij net buiten de binnenstad. Als ik in de stad loop aan het eind en ik moet naar de wc, is te ver weg. Ik red het niet. Dus dat is jammer dan. Heel graag meer toiletten overal. Nee, ik doe het gewoon niet. En hij doet het dus niet.